Nou dan, dat is één. Ja, eigenlijk ben ik begonnen met perspectief. Omdat ja, hoe je naar de dingen kijkt is alles bepalend. En in die eerste sessies loop ik eigenlijk een beetje de zaken langs waar het om gaat. En dan definieer je ook je uitgangspunt. Dat was voor mij, is dat de kwantumfysica. En ik kijk eigenlijk vanuit een kwantumfysisch perspectief naar de werkelijkheid. Waardoor je eigenlijk een niet-lineaire verbinding gaat krijgen. Dus met andere woorden, alle mensen denken lineair, pats, 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 pats. Maar als dan ergens een foutje in de redenering zit, dan valt het weg. Dus hoe ik probeer te denken vanuit zo'n perspectief, je pakt alle stukjes en dan heb je hier een dingetje staat daar. Dus als je dan hier komt en het valt, valt het terug naar daar, niet helemaal terug naar het begin. Dus wil je eigenlijk die eerste 7 lessen goed snappen, dat betekent dat, denk ik, dat je niet lineair moet gaan denken. Dus met andere woorden, je gaat heen en weer van het ene naar het andere. Je gaat steeds terug naar de basis. Waar ging het ook weer om? Dan ga je terug naar de uitvoering. Dan ga je proberen in de praktijk. Waardoor je constant eigenlijk aan dat perspectief werkt. Perspectief wordt steeds beter en je verliest dus eigenlijk niks. Als je in een klassiek perspectief zit, dan beredeneer je iets, maar het zit niet vast. Dus als er ergens een foutje zit, stort het helemaal in. Ik wou het nog even meegeven voor de eerste serie.